Excelsior Maassluis ontvangt hekkensluiter GVVV, dat al 4 wedstrijden op rij niet verloor. Maar dat waren wel alle 4 thuiswedstrijden. Uit wonnen de Veenendaalers nog niet dit seizoen. De eerste mogelijkheid is voor Excelsior. Vincent van den Berg kan de kopbal geen kracht meegeven. Maar de openingsfase is het initiatief voor de thuisploeg. Via Da Fonseca, Muis en Stacia. Met de tweede mogelijkheid. Grote kansen kunnen we het niet noemen, maar het is duidelijk. Excelsior, ja, dat is ook nog niet helemaal in veilige haven. En dat wil GVVV de duimschroef aandraaien. Nijmier met de paas wordt onderschept en dan Burgering houdt het niet. GVVV op 0-1. Hij maakt het knap af bij een Burgering. En GVVV in de flow. Zoals gezegd, 4 wedstrijden op rij al ongeslagen. Het gaatje met de ploeg die voorlaatste staat, ASWH, steeds kleiner gemaakt. En in theorie kan dat vandaag gedicht worden. Er moet hier gewonnen worden en moet ASWH verliezen. Van den Beemt met de pegel van Willigen in 1 keer, 2 keer. En in 3 keer heeft hij hem. Excelsior zeker niet te minderen, maar wel op achterstand. Van Willigen met de verre trap. En dan is Burgering de enige die op waarde schat. Gijs Abbas moet die bal natuurlijk niet laten stuiten. Dat doet hij wel. En dan maakt Byron Burgering de tweede van de wedstrijd. Zijn tweede van de wedstrijd na een assist van doelman Jan van Willigen. Hij viert het met de geblesseerde bankzitter Tom Oostinje. En kijk, Abbas, die had die bal niet moeten laten stuiten. Dat doet hij wel. En Burgering zegt dankjewel. Wel weer knap afgemaakt. Toeray. Muis. Waarom schiet je niet zelf? Hij legt hem af. Weer op Statia, de linker verdediger. Het positieve coachje van Dokan Konijen bij de thuiswedstrijden van Excelsior Maassluis hoor je dat heel goed, omdat de camera recht boven hem staat. Is prettig om te horen. Geen geschreeuw. Oh, maar deze had er wel ingemogen, Vincent van den Berg. De routinier. En dat weet hij zelf ook. Adnane. Voor GVVV, Burgering laat die bal lopen en dan ten tijde en dan is het 0-3. Wat een wilde voor GVVV. Nog geen uitwedstrijd gewonnen. En na 42 minuten op 0-3 in Maassluis. De hoek is moeilijk, ten tijde maakt het goed af. Het is zijn 4e doelpunt in 3 wedstrijden. Tweede helft, mogelijkheid voor Muis. Wint van Nijmi, maar vindt de lat. En dus verzuimt Excelsior Maassluis om de achterstand kleiner te maken. Ten tijde. Burgering. Burgering, dat is knap geschoten. Ja, ik kan niet zeggen dat GVVV veel beter is. Maar ja, op het scorebord staat 3-0. Dat noemen ze dan geflatteerd. Wally op Robinson. 2 invallers bij Excelsior. Van Delft en het rommeltje. Weer van Vincent van den Berg. Het is ook een beetje onmachtig wat Excelsior in aanvallend opzicht laat zien. Wally weer. De kopbal van Robinson. Ja. Het is allemaal wel aardig bedacht, maar de uitvoering houdt niet over voor de ploeg uit Maassluis. 0-3. De klok tikt in het voordeel van GVVV. Nijmi kopt. Bal niet weg en de uithaal van Van Delft. Ja, je krijgt hoe langer hoe meer het idee dat Excelsior Maassluis niet gaat scoren. Nou, dat doen ze dus ook niet. Eindstand op Dijkpolder 0-3. GVVV voor het eerst sinds september. Geen laatste meer in de Jacks League.